Goedemorgen. Oudere werknemers die kunnen straks fluiten naar hun extra vakantiedagen. De soms wel 20 oude lullen dagen die in veel cao's staan, zijn ouderwets. Dat vonden de werkgevers al, maar nu ook het Sociaal Cultureel Planbureau. En wat vinden de mensen op straat van die seniorendagen? Voor mij persoonlijk hoeft het niet. Het mag afgeschaft worden, want ik ben vitaal en ik heb een managementfunctie, doe administratieve dingen. Kijk, het is allemaal wel leuk en aardig natuurlijk allemaal. Ja, het moet wel betaald worden. En het zijn weer extra kosten voor de werkgever. Dus je snapt wel dat werkgevers nu zeggen van het moet weg? Ja, aan de ene kant wel als het geld kost natuurlijk. Als straatmaker of je bent loodgieter, dan ga je misschien meer een fysieke beperking krijgen. Dus ik vind het niet gek dat je het in de ene branche bijvoorbeeld wel zou hebben, maar in de andere branche niet. Het moet niet een paar weken meer zijn, maar als het iets meer dagen zijn, dan mag het best. Even lekker een dagje met de kleinkinderen, even iets leuks doen, ik gun het ze wel. Kort nieuws dan. Opmerkelijk, adoptiekinderen uit China, die doen het uitstekend. Van de 15-jarigen zitten er zelfs meer op het VWO dan Nederlandse kids. En nog meer tegenslag voor de cruciale wedstrijd van Oranje morgen tegen Letland. Jordi Klaasie heeft namelijk buikgriep en doet niet mee. Eerder haakte Ron Vlaar al af. Drie astronauten keren vandaag terug op aarde. Rond 3:30 Nederlandse tijd landen ze in Kazachstan. Het drietal nam uitgebreid afscheid van hun collega's in het internationale ruimtestation ISS. Daar hebben ze ruim 1/2 jaar doorgebracht. Eigenlijk zouden de astronauten een maand geleden al terugkomen, maar door problemen met een bevoorradingscapsule liep de terugkeer vertraging op. Door het verlengde verblijf verbrak de enige vrouwelijke astronaut Samantha Cristoforetti vorige week het record van de langste ruimtereis van een Europeaan. Onze volgende update is rond het middaguur. Graag tot dan, fijne dag.